5 in Villamura was er voor de spelers een zoals vele anderen. Vandaag stond er echter tijdens de ochtendsessie wat meer volk langs de lijn, want de sponsoren die naar Portugal zijn afgereisd brachten een bezoekje aan de Browns Sport & Leisure Club waarnaar deze week traint. Na een foto en een lunch in de sportsbar ging het programma voor de sponsoren verder in het Hilton. Piet Kremers had een interessante presentatie voorbereid voor de leden, met unieke beelden en een inhoudelijke uitleg over de werkzaamheden van het analyse team. Rond een uur of vier was het woord weer aan de spelers. Ze mochten flink aan de bak, want er stond een serieuze 11 tegen 11 oefening op ze te wachten. Thomas Adjepoel deed sinds lange tijd weer mee met deze oefenpartij. Hij kon gelijk zijn snelheid en doelgerichtheid weer eens tonen.